Dan komen wij aan het punt over de bibliotheek, de samenaankoop van de boeken en dergelijke via de regiobib. Ik geef daarvoor graag het woord aan Schepen Kalsijn. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, dit punt gaat over het samenaankoopdossier van regiobib Meetjesland onder Komeet. En, het gaat over 3 kalenderjaren, 2020-2022, voor de levering van boeken, stripverhalen en audiovisuele materialen. De bestekken zijn goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 29 april 2019 van Komeet. Wat we wel hebben gezien dit weekend is dat er een administratieve fout is ingeslopen. Eigenlijk bij de bedragen, het aandeel van Eeklo zou er moeten staan per kalenderjaar. Dus als we dat moeten aanpassen volgens de bestekken, moeten we dat dus ook aanpassen in de nota via een amendement. Dus ik denk dat we eerst dan over het amendement moeten stemmen en dan over het samenaankoopdossier in zijn geheel. Ja, inderdaad. Het amendement wordt nu rondgedeeld, dus het gaat gewoon over het feit dat er in de beslissing zelf eigenlijk een fout stond die groot genoeg is om daar een amendement voor in te dienen, dat we niet dat bedrag voorzien voor 3 jaar samen, maar per jaar. Hè? Dus de tekst wordt nu rondgedeeld. Ik ga eerst vragen of er over dit dossier vragen of opmerkingen zijn. Mevrouw de Koning, ja, u hebt het woord. Geen vraag of geen opmerking, maar ik stel vast, en dat is een goede zaak, dat dus Komeet nog altijd ook door dit bestuur erkend wordt als een belangrijke partner en als een belangrijke samenwerking voor de regio Biebs. En dat uiteraard, zoals in het verleden, het een heel goede zaak is dat zij ook die samenaankoop kunnen realiseren. Oké, dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. Eerst bij handopsteking over het amendement. Dus ik hoop... Zo gaan het ronddelen. Dus het gaat over artikel 3, zoals ook op de PowerPoint staat. Hè. Dus we schrijven daar 49.200 euro. Niet voor de 3 kalenderjaren samen, maar per kalenderjaar en gedurende 3 jaar. Dat staat ook op de tekst die u voorligt. Ja? Dus we stemmen nu bij handopsteking over dit amendement. Wie is voor? Unaniem? Rudy? Oké, ja. Prima. Dan is het amendement aangenomen. En dan gaan we nu elektronisch stemmen over het dossier zelf. De stemming is open. En dat is unaniem. Dank u wel.